caperze morna, la miele terra, sei sol, sei calore. Noiva sem grinalha, vitória sem glória, de povo cristão. Bem, bozem bonon, sboe fit caperdian. Ik ben Leanne Evre en ik ben vandaag bij een concert. Wat gaat over Beleze eigenlijk. En Beleze is een Capverdische componist. Vandaag is het ook officieel door Capverdië erkend 3 december, zijn geboortedag, als de dag van de nationale dag van de Marne. En zelf ben ik zo, ook een zangeres en een van mijn favoriete componisten is Beleze. Ik heb ooit ook in 2012 heb ik een show gehad waar ik composities van hem heb gezongen. En vandaag hoor ik dat ook. Het is belangrijk voor alle generaties, dus niet alleen maar voor de oude generatie, maar vooral voor de jonge generatie, om kennis te maken met onze roots, met onze muziek. Ik word heel blij van. Ik ben in 1998 voor het eerst naar Capverdië. Ik ben in Portugal geboren, Capverdiaanse ouders. En ik ben verliefd geworden op de Marne, met Tite Paris, Barne, grote namen, Beleze. En we zullen... Kijk, hier vertellen ze waar het ontstaan is. Hè. Ze vertellen over niet alleen muziek, maar waar het vandaan komt. En het is echt belangrijke informatie om door te geven aan de volgende generaties. Want zoveel mensen zijn gekomen en ik heb zoveel positieve reacties gehad. En dit is namens de organisatie, want ik ben niet zelf de organisator. Maar de mensen hier zijn tevreden en er is ook een prijs uitgegeven voor de mensen die genomineerd zijn door een jury. Het eerste jaar dat zo'n prijs wordt uitgereikt. En die is aan Titine gegeven en ook aan Morgadinho. Dat zijn twee bekende vertolkers van Morne. Geweldig en het is iets waar ik mee ben opgegroeid. Ik zit zelf in de muziek, ik ben zangeres. Dit is ook een type muziek, zoals ik al zei, waarmee ik ben opgegroeid. En ik zou het ook gewoon willen overbrengen tot de jongere generatie. De muziek waarvan ik hoor dat het hier vanavond gespeeld wordt, wordt niet echt door mijn generatie gespeeld. Wat aan de ene kant jammer is, maar aan de andere kant heeft het ook te maken met de evolutie die muziek normaal gesproken doormaakt. Dus dat is de basis daarvan. Maar nog steeds vind ik dat ik als een van de weinigen van mijn generatie die dat speelt, dat wel moet doorgeven. Nos